Is het zo dat morgen de weerkaart echt rood gaat kleuren in Nederland? Nou ja, het wordt wel warm morgen. Hè? Daar hebben we natuurlijk al dagen eigenlijk over. Ja. Het wordt morgenmiddag makkelijk 30 of 31 graden misschien in de stad. Door het stadseffect zelfs nog een graadje hoger dan dat. En de luchtvochtigheid is heel hoog. En dat merk je nu al buiten. Het is behoorlijk broeierig vanmiddag al. En dat wordt morgen meer. Want je zult zien als de zon volop schijnt dat al het vocht, alle regen wat de afgelopen dagen is gevallen, dat gaat verdampen. Dat blijft een beetje in de lucht hangen. Het wordt ontzettend vochtig en broeierig dus. En dat is gewoon niet prettig om je heel erg bij in te spannen. Nee, je zou verwachten als het vochtig is, is het lekker. Dat koelt een beetje af, maar het werkt tegengesteld, begrijp ik. Ja, en het waait ook nauwelijks. Er staat bijna geen wind in kracht 1 tot 2. Dat geldt voor zowel vandaag als morgen. Dus verkoeling is er ook niet echt te vinden. Dus met name morgenmiddag is het gewoon misschien bij tijden op sommige stukken wel een beetje afzien. Ja, dan hebben we in Zuid-Europa zo'n hittebol die boven staat. Krijg je een mini bolletje boven ons hangen die warme lucht vasthoudt? Ja, het duurt heel kort. Het is morgen en zaterdag nog. Zaterdag wordt ook een hele warme dag. Dat is wel de laatste tropische dag voorlopig meteen. Dan kan het ook zo'n 31 of 32 graden worden. In de loop van de dag steeds hogere luchtvochtigheid. En uiteindelijk zul je dan zien dat er de bewolking toeneemt in de loop van zaterdag. En dat zaterdagavond of in de nacht naar zondag, dat er ook een paar regen- en onweersbuien gaan vallen. En dat zou ook zomaar hier in onze regio kunnen zijn. Oké, maar in ieder geval voor vandaag en morgen in ieder geval geen wolkje aan de lucht? Nee, nauwelijks. Volop zon en dus heel warm. Echt zomers. Ja. Wouter, nou hebben we natuurlijk wel vaker dat we tropische temperaturen hebben tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Dan worden niet altijd dit soort maatregelen genomen. Wat is dan nu het verschil? Nou ja, we weten natuurlijk nog wel dat 2 jaar geleden zelfs een dag helemaal eraf ging. Dat was de eerste dag, even uit mijn hoofd, vanwege de hitte in 2022. Toen werd het ook wel heel heet. Toen was het 38, 39 graden. Ja, dat snap ik dan wel. Dat is van een andere orde dan dit. Dus op zich een beetje inkorten is denk ik de juiste maatregel, zeker gezien dat er minimaal hoeveelheid wind staat, dus eigenlijk geen verkoeling en dat het best wel vochtig is buiten. Ja. Maar het is inderdaad pas de tweede tropische dag in onze regio van het jaar en dat valt dan weer tijdens de Vierdaagse. Je ziet het toch heel vaak tijdens deze periode terugkeren en dat is dit jaar niet anders. Nee. Ja. Nou stond vanochtend ook op de route, het was ook al snel warm, merkte ik zelf toen ik daar buiten stond. We zijn misschien ook niet even meer gewend. En je zegt het al, dus eigenlijk de eerste tropische dag een beetje in deze regio. Normaal gesproken kunnen we er al een beetje aan wennen, maar omdat het nu in één keer weer zo is, moeten mensen daar gewoon nog eerst aan aanpassen? Is dat het ook een beetje? Ja, eigenlijk wel. We hebben deze maand in juli, en het is natuurlijk 18 juli, dus we zijn al een eindje op weg, hebben we pas 1 echt warme dag gehad. Dat was 9 juli, vorige week dinsdag. Toen werd dat meteen afgestraft door behoorlijk zwaar onweer. Nu is het een paar dagen, eigenlijk voor het eerst een paar dagen achter elkaar echt warm. En dat is inderdaad even wennen, want dat is deze zomer nog niet gebeurd. Dus dat klopt wat je zegt, ja. En als het al wekenlang heel warm is, dan raakt je lichaam er toch een beetje aangewend en dat is nu niet het geval. En dat zal wel merkbaar zijn, denk ik, de komende dagen. Ja, en dan lopen de mensen normaal gesproken tussen Graven en Kuik langs de Maas en de Kraaienbergse plassen. Werkt dat nog een beetje verkoelend of werkt dat tegen je, omdat die luchtvochtigheid daar ook omhoog gaat? Ja, allebei wel een beetje. Het zal daar wel een beetje waaien, maar wind staat er eigenlijk nauwelijks. Ook daar niet, denk ik. Hoe minder bomen, hoe warmer het zal zijn, denk ik. Ja. En wat dat betreft is vandaag natuurlijk, zeker het parcours langs Zevenheuvelenweg en zo, Berg en Dal, daar staan vrij veel bomen, dus daar zal je nog wel wat beschutting tegenkomen. Dat is op zich prima te doen. Maar morgen die lange weg door Mook, Molenhoek, Malden en dan de wedren op. Dat is gewoon wel een hele warme weg waar de zon ook de hele dag volop schijnt. Dus dat zal wel heel warm worden, ja. Ja, dus de devies is gewoon zo vroeg mogelijk starten voor iedereen om een beetje die hitte nog een beetje voor te kunnen zijn. Ja, zo is dat. We gaan het meemaken.